Onze programma's zetten aan tot verandering. 6 op de 10 kijkers veranderen hun koopgedrag door Keuringsdienst van Waarde. Onze programma's komen in actie. De staat van Stassen zaaide op 1 dag in april met haar luisteraars 1 vierkante kilometer grond duurzaam in bloei voor de bijen. Onze programma's laten mensen anders zien. 80% van de kijkers vindt dat ze door de minister van Gehandicapte Zaken anders zijn gaan kijken tegen mensen met een beperking. Als KRO-NCRV geloven wij in een samenleving waarin plek is voor iedereen. We willen ons publiek brandstof bieden en stof tot nadenken geven. Brandstof die inspireert om in actie te komen en aanzet tot handelen. Zodat we een samenleving krijgen met wat minder mij en wat meer wij. We laten je graag zien wat in 2019 de optelsom is geweest van alles wat we doen. Wat onze impact is in de maatschappij. Wie zet jij in het licht bij Joris Kersboom? In de dagen voor kerst kon je in bijna 200 bibliotheken, in 31 buurtrestaurants en op 11 stadspleinen een Joris Kersboom vinden. 300.000 huishoudens ontvingen een papieren kerstbal om iemand ook thuis in het licht te zetten. Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink komt op voor de belangen van 1,8 miljoen Nederlanders met een beperking. Sinds zijn aantreden in juni 2019 heeft hij 80 interviews gehouden en zocht hij verbinding en samenwerking met 110 maatschappelijke organisaties om Nederland inclusiever te maken. In heel Nederland ontmoeten we onze leden op events, festivals, premières en wandeltochten. In het afgelopen jaar hebben we maar liefst 48.000 leden ontmoet in heel Nederland. Binnenste Buiten inspireert haar kijkers met tv en podcast om actief de natuur te ontdekken. In het afgelopen seizoen werden 41 bijzondere natuurgebieden in ons land bezocht, van Austerlitz tot Vlieland. De makers van Betreden op Eigen Risico deelden in december 35.000 kraskaarten uit op scholen en in bibliotheken. De kaarten nodigden kinderen uit om met niet alledaagse vragen eens echt in gesprek te gaan met hun opa en oma met kerst. Op 2 november was het Allerzielen. Op deze dag werden 10.637 virtuele kaarsjes opgestoken voor overledenen die worden gemist door hun dierbaren. De opa van Tim voelde zich vaak eenzaam. Tim maakte met hem een ontroerende serie op YouTube. En na Tims oproep ontving zijn opa bijna 1000 ansichtkaarten van kijkers. Radio kun je maken vanuit de studio's in Hilversum, maar ook live op locatie. In het afgelopen jaar deden we dat op 60 plekken. Van Volendam tot Zutphen, tussen en met onze luisteraars. En last but not least... Wat we doen wordt hoog gewaardeerd door publieksjuries en vakbroeders. Afgelopen jaar mochten we 26 awards in ontvangst nemen. Van Amsterdam tot Auckland. Van podcast tot documentaires.